of goedemorgen of goedemiddag, hangt er natuurlijk helemaal vanaf wanneer je dit kijkt. Welkom op het kanaal van Gio. Vandaag zijn we bij de Halloween Fright Nights hier in Walibi Holland. Het is 2023 en het is fantastisch. Er is een nieuwe scare zone, er zijn 2 nieuwe experiences en het is fantastisch. En Gio gaat jullie vanavond helemaal meenemen om al die dingen te ervaren. Hij kijkt trouwens gewoon na, maar kan weer. Worstenbroodjes! Oh joh, ze spuit me gewoon nat! Ah, Jelle, ben je ready? Nu gaan we de scares op. We gaan nu alvast die scares. We liggen wel over een plas. Goedemorgen jongens en meiden en welkom weer terug bij een nieuwe vlog. Ik hoop dat jullie allemaal weer super veel zin hebben in een nieuwe vlog vandaag. Ik ben mijn dag net begonnen lekker met personal training in de ochtend. En ik loop hier eigenlijk alweer in mijn sportkleding een beetje, mijn joggingspak. Weer mijn Puma broek die ik echt volgens jullie veel te vaak aan heb. Maar dit is gewoon echt een hele chille broek. Ik ga me zo natuurlijk wel omkleden, want ik heb nog niet gedoucht. Maar jongens en meiden, vandaag staat een hele leuke dag op de planning. Oh, dat is de bel. Dat zijn Jelle en Lynn. Ik ga even open doen. Ja, zij hadden even boodschappen gedaan. Ik heb net even open gedaan. Ze zijn even ontbijtje aan het klaarmaken daar. Maar jongens en meiden, vandaag staat op de planning dat we naar Walibi Friday Nights gaan. En Walibi Friday Nights is echt, nou ja, ik vind dat altijd super leuk. Dus vanmiddag, ja, het is wel echt zeik weer. Dus dat, ja, dat is wel echt een nadeel. Ik hoop dat het een beetje opklaart naarmate de dag verstrijkt. Want meestal in de avond is Friday Night natuurlijk pas het leukst. Maar dat gaan we bekijken. Ik hoop het. Jelle, wat een toppertje ben jij. Eitje gebakken. Lekker helemaal eitje gemaakt. Ik heb zelfs jouw boter gedaan. Boter? Heb je zo'n grote grap. Kijk, er staat hier gewoon een heel lekker ontbijtje voor me klaar. Nou, dit is fijn. Lekker ei, kipfilet, kaas. Linne, wat gooi jij er nou op? Saus. Wat is het voor saus? Weet ik niet. Huh? Jongens, soms heb ik echt dingen in mijn koelkast staan dat ik denk, waar komt dit vandaan? Jelle en ik gaan de deur uit, jongens en meiden. Want ik moet mijn Ferrari... helaas, door dit pokken weer wat je hier ziet, weg gaan rijden. Mijn auto staat hier voor de deur. Jelle gaat in deze auto achter mij aanrijden, zodat we dus samen naar Ahoy kunnen. Want ik moet mijn Ferrari daar dus gaan droppen, zodat morgen hij daar op het auto-evenement staat. Maar ja, dit weer is natuurlijk echt verschrikkelijk. Vooral met die Ferrari, dit rijden is echt niet lekker. Maar ja, er zit niks anders op dan dat we dat gewoon moeten doen nu. Rij jij naar achter? Ja. Yo. Kijk, die gaat aan de kant. En als het goed is, juist, de poort gaat hier open. Oh jongens, wat een zeik. Zijkregen. Oei, oei. Ja, dit is mooi. Mooi plaatje zo van de achterkant. Dan gaat het licht aan. Ik hoop dat de sleutels, heb ik al ingelegd. Ja, die liggen erin. En dan gaan we hem uitrijden. Oei, oei, oei. Engine start. Let's go. Let's go, let's go. Nou, wat ik sowieso ga doen is hem hier op de, kijk, wetstand zetten. Want anders is het met dit weer echt niet te doen. Als je dan op race stand zet, jongen, oh, je breekt sowieso uit. Het gaat sowieso fout. There we go. Ik heb dus geen idee of er ook al andere auto's daar staan in Ahoy op het auto-evenement. Maar ik moest hem vandaag dus al afleveren, zodat hij daar morgen vroeg dus gelijk al staat. Misschien dat ze hem nog even een wasbeurtje geven, want ja, met de regen zo is wel zonde eigenlijk. Dat hij helemaal vies wordt straks en op die car catwalk staat daar. Nou, daar gaan we. Vertrekken. Kijk. Hey! Gaat het? Hè? Gaat het? Ja, het gaat goed. Ja? Ik vind het dus altijd leuk, jongens, om te zien, zeg maar, hoe mijn andere auto ook gewoon eruit ziet zo. Die zie ik bijna nooit rijden. Dit blijft ook echt een dik ding. Ja, hè? Mooi die oranje remklauwen zo. Heerlijk. Nou, we staan voor het stoplicht. Even wachten. Lekker de ruitenwissers aan. Mooi man. Goeie combo. Kijk, er staat hier al een leuk ding. Nou, het was even zoeken. Het was even zoeken. Maar als het goed is heb ik het gevonden. Ja, kijk. Hey, Gio. Ik moet eventjes hier de mannen volgen van de crew. En er staan hier allemaal al dingen. Ze zijn al bezig met voorbereidingen zo te zien. Allemaal vanmorgen om al die auto's klaar te zetten natuurlijk. Ik ga even kijken waar ik die van mij dus straks moet neerzetten. Ik heb mijn auto al hier neergezet binnen, jongens. Kijk eens, hij staat hier op de blauwe. Ja, zo, het ziet er wel mooi uit zo met die lichten. Een beetje die smoke in de lucht als ik het zo zie. Maar hij staat hier klaar dus voor morgen of eigenlijk het hele weekend. Dit is de plek waar hij dus ook waarschijnlijk het hele weekend blijft staan. En de car catwalk, hoe ik het al noemde, die is dus daar. Ja, daar moet ik morgen over heen gaan rijden. Ja, ja. Oh, daar ga je op heen rijden? Ja, ga je een rondje doen. Lijp. Moet je niet te hard gas geven, want dan schiet straks mijn voorganger of iets. Echt, hè? Maar ja, hij is dus wel nat, maar ze gaan er zelf dus als het goed is nog een doekje overhalen, dus dat is ook wat top. Hetgeen waar mijn oog natuurlijk het eerst opvalt zijn de Ferraris hier, hè? Dat is logisch. Kijk, de SF90. Oh, dit ding. Wow. 1000 pk. Kijk, ja, wel dus hybride. Daar ben ik nou zelf niet per se heel erg fan van, maar dit is wel echt fucking dik. Och, och, och. Wat een machine, hè? Kijk eens even staan. Kijk, dit zijn ook echt aparte dingen. Kijk die kleur alleen al, wat een dingen dit zijn. Deze hier. Dit zijn van die driftmobielen al. Hè? Die kun je vanmorgen ziek mee driften. Ja, check ook die velg hier, joh. Maar die kleur, oh, die verandert ook helemaal. Daan van de Buurt staat op zijn auto, zijn Insta. Van hem is die. Nou, geen idee wie het is, maar heel mooi ding heeft hij wel. Morgen staat het hier dus helemaal ja, vol. Er zijn nog genoeg auto's natuurlijk hier niet aangekomen. Maar je ziet hier ook nog iets onder een doek staan. Ik weet niet wat dit zou zijn. Maar wij gaan er gelijk vandoor. Hey, ja, morgen komen we terug. Jelle en ik zitten weer terug in de auto. En we gaan eventjes snel iets halen bij de Camera Express. Want wat hebben we nodig? Een lamp. Een lamp! Net zoals vorig jaar. Ja, maar aangezien we dus... Nou ja, ik zat echt te twijfelen om nu gewoon bijna te gaan naar Fright Nights. Omdat het zo'n pokken weer is vandaag. Maar uiteindelijk wel zonde als we niet gaan. Kunnen we wellicht gewoon even die spookhuizen weer pakken. Precies. Maar het is natuurlijk super donker vanavond. Dus ik heb even een cameralamp nodig. Want zo'n grappig verhaal. Ik was mijn cameralamp kwijt. Ik dacht, waar is die nou? Ik dacht, ik ben hem vast alweer kwijtgeraakt. Het zal typisch wel weer iets voor mij zijn. Waren we dus in Frankrijk, zie ik die cameralamp liggen. Ik zeg, huh? Tegen Alex, heb jij ook zo'n lamp? Zegt hij, nee, ik heb die voor jou gewoon. Ik dacht, wow, joh. Die heeft hij gewoon al gebruikt, die al maanden. Terwijl ik dacht dat ik hem kwijt was. Maar ja, nu mag hij hem houden. Dan ga ik zelf even een nieuwe halen. Nou, perfect. We hebben hem. Echt perfect. Gewoon een chill lampje dit. Ja. Komt net zoveel licht als de vorige, maar dan veel lichter. Dit is nice. Ja, klopt. Lichter. Lichter als in gewicht. Niet lichter als in licht. Ik heb hier lekker stracciatella tussen mijn benen. Hey Lynn. Tussen je benen. Hey. Oh jongens, ja, we hebben even stracciatella gehaald. We hebben dus even boodschappen gedaan. En het echte, ja eigenlijk het ding waar Brabant wel bekend op staat. Worstenbroodjes! Maar deze zijn eigenlijk wel echt vies toch? Zeg maar als je ze vergelijkt met die echte. Deze zijn niet de echte, maar ze zijn een beetje klef. Ja, ik vind het lekker. Eigenlijk een echt goed worstenbroodje moet je eten zonder saus. Klopt. Toch? Maar dit doe ik nooit. Maar jij kan zelf ook worstenbroodjes maken. Of niet? Ja. Wanneer gaan we dat doen? Volgende week. Oké, is goed. Nou, Jelle is ook lekker meegegaan? Ja. Heb je zin vanavond met dit weer? Ja, echt keiveel man. God, echt, ik heb echt kijk heel de dag naar uit. Ja, verschrikkelijk. Nou, we gaan eerst maar even lekker eten thuis. Ricardo die is waarschijnlijk vanavond ook daar dus bij. Dus ik kom niet eerst naar mijn huis. Maar ja, we gaan het zien jongens, want het regent nog steeds echt, ja, het komt helemaal met bakken uit de lucht. Oh, ik zei met bakken uit de lucht, maar het is... Met bakken uit de hemel. Het spijt me zeer. Het regent pijpen stelen. Wat is nog meer een uitdrukking? Het is kut weer. Lekker simpel, ja, dat is wel waar jongens. Nou, terug naar huis. We hebben taakverdeling. Jelle gaat het vlees bereiden. Ik ga de worstenbroodjes maken. En wat ga jij doen, Lynn? Jij gaat... De friet. De friet. Nee, patat. Friet. Patat. Friet. Patat. Friet. Friet. Patat. Oh. Wat ben jij? 10 patat of patat zo? Ja, 10 patat. Dat is niet eerlijk. Is hij echt 10 patat? Ja. Echt? Patat. Nee, friet man. Nu heet het ook friet. Ja, ik ben overgehaald. Ja, nee, ik heb hier even de oven aangezet. Gaan we even staan wat breiden. Het is 16:30 namelijk en natuurlijk Walibi wordt s'avonds pas ook leuk. En misschien dat het dus dan al... gestopt is met regen. Kijk eens, dit is het resultaat. Het ziet er echt heel karig uit, maar we hebben uiteraard ook nog hier lekker de frietjes. Heerlijk, met kruiden erop. Even applaus voor Jelle. Applaus. Woe! Yeah! Yeah! Eet smakelijk, man! Nee, hij komt er ook even gezellig bij zitten. Nou, en hierna gaan we de deur uit. Maar eerst even lekker nog wat eten hier, dus eet smakelijk. We zitten helemaal ready om naar Walibi Friday Nights te gaan. Ricardo! Ja, deze man belt net op het laatste moment belt hij af. Wat een sukkel. Dus we zijn met z'n drieën, dat is eigenlijk net kut. Want als je dan zeg maar met z'n allen in de glijbaan wilt, dan... Of achtbaan. Achtbaan. Gaan we de achtbaan? Durf je de achtbaan? Ja. Oké, gelukkig. Zo, goedemorgen. Nee, maar ja, helaas. Alex had ook afgezegd, Ricardo had afgezegd. Eigenlijk iedereen heeft afgezegd, omdat het ook gewoon rot weer is. Maar ja, wij dachten we willen het wel gewoon doen. Dus we gaan gewoon lekker daar naartoe rijden. En jij was nog nooit geweest? Ja, wel in Walibi, maar niet Frankrijk, nee. Ben je bang? Een beetje. Voor spinnen ben je heel bang. Ja, voor die zijn er niet, toch? Weet ik niet. Zijn er spinnen? Nee, natuurlijk niet gek. Nou, op naar Walibi dus. Lynn en ik moeten een beetje zachtjes zijn, want kijk wie er achter je ligt te slapen. Oh. Oh, ik kan er niet bij. Oh. Weekendje weg met ons kindje. Zo goed het jongens. Nou, we zijn nog een half uurtje onderweg naar Walibi. En het regent nog steeds. Echt waar joh? Nee. Ja. Nee. Ja. Meen je dat nou? Ja. Wat een goeie... Ja. Nou, dat heb je goed gezien meid. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, kan jij mijn intro eigenlijk? Nee. Goedemorgen! Goedemorgen! Nee, dat gaan we niet. Nee, doe maar niet. Oké, jongens, sorry, de camera was het helemaal onscherp. Maar het was een leuk stukje, dus ik wilde het er wel in laten. Hè? Ja. 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 Nu ben je wel weer scherp. Hey. Ja, oké, nou. We zijn er bijna. Jelle is weer wakker. Heel leuk. Je bent weer tot leven, of niet? Ja, ik ben echt helemaal monnetje. 10 minuten slaap. Mijn AD kikt er weer in. Oké, doe je ook gewoon weer. Een aardje kikt in. Ja, ik heb even een aardje. Lekker wel. Je ziet het. Thanks Walibi, alles gratis. Wat zeg ik? Dat ga ik niet zeggen. Thanks Walibi, alles gratis, alles op jullie. Nee, even wel een dikke shout-out naar Walibi elke keer hoe goed ze dit geregeld hebben weer, jongens. Want we kunnen dus gewoon lekker hier... Ja, want we wouden ook gewoon betalen, dus... Ik had al betaald. Ik ook. Oh ja, je had al een kaartje gekocht. Ik had ook niks betaald, dus kwam weer... Maar dat was niet van vandaag. Nee, nee, maar we zijn er. Dus ik denk dat we straks Marco van Walibi gaan zien. Wat zitten jullie nou weer te lachen allemaal? Ja, ik ben een beetje fattig dan. En dit vindt mij grappig, dat ben ik wel. Ja, hij kikt echt wel dat jij hem grappig. Ja, als hij een beetje lachbuitje heeft, dan denk ik... Ja, nou, het regent wel nog steeds pijpenstellen, maar dat heb ik nu al 80 keer in de vlog gezegd. We zijn er. Wij staan binnen, jongens. Ik heb de lamp, zoals je kan zien, op mijn hoofd staan. We zijn hier weer met Marco. Marco, hallo. Hallo. Wat is er allemaal van dit jaar voor nieuws? Dus, wij hebben... Sorry voor de felle lamp, ja, gezegd trouwens. Wij hebben 3 nieuwe dingen. Ja? Urban Explorer. Dan gaan we met een zaklamp door een verlaten magazijn. Ja? We hebben de Final Slay Ride. Ja? Allemaal kerst. Okay. Niet zoals je kerst zou willen vieren. Nee, nee. En dan hebben we een nieuwe scare van Graveyard. Nou jongens, ik denk dat we het allemaal een beetje gaan meemaken. We gaan kijken wat er allemaal gefilmd kan worden natuurlijk. Zijn we al bang? Ja. Zij zegt dat de hart al klopt. Ja, ja, dat hoop ik wel, ja. Dat hoop ik wel. Harder klopt. Dat is wat te hopen inderdaad. Nou, let's go. Ah, Jelle, ben je ready? Nu gaan we de scares op. We gaan nu alvast die scares. Oh shit, er liggen al over een plas heen. Oh, hierheen. Oh god. We volgen Marco, jongens, we volgen Marco. Ik heb geen idee wat we kunnen verwachten. Oh, dan komen we de eerste al. Ben je nu al bang? Dat is de eerste keer ook echt, hè? Jelle is ook bang. Oh shit. Ah, kijk, hier loopt ze al. Hier loopt ze al. Oh god. Je durft niet te kijken ook. Ah. Hey. Oh shit. Het ziet er wel weer lijp uit, hoor, jongens. Het ziet er wel weer lijp uit. Laten we maar doorgaan. We hebben de eerste scare actors afgezien. Oh shit. Ik ga bijna op mijn bek, jongens. Oh god. Oh god. Oh god. Wat staat hier te doen? Hallo. Wat moeten we doen? Ik wil jullie huis in. Kom even gluren. Ja. Nee hoor. Mogen we? Mogen we niet? Gewoon op de camera. Dat is Gio! Dat is Gio! Auditie voorbereid? Sorry? De auditie voorbereid? Nee, niet helemaal. Jij komt improviseren. Ja, 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 ja. En dat vond je een goed idee? Dat vind ik wel een goed idee, ja. Heeft zij een beetje talent? Ja. Ja. Check aan alles. Alles kunnen. Mag je dat even laten zien? Nee, Gio kan alles. Jij kan alles. Nee, ik wil niet. Chop, chop. Nee. Je wilt niet een slechte indruk maken bij onze regisseur, hoor. Want dan wordt het de rol van je leven en ga je hem niet kunnen navertellen. Wat moeten we doen? Hou maar even vast. Nee. Pak dat ding, pak dat ding. Hij slaat je niet, hè? Wat, Je pas. Oh. Deze. Oh jee. Het blijft ook een beetje eng ofzo, hè? Blijf je nou aanstaren? Hey joh. Hallo. Oké. Hey, ladies first. Ja. Lynn, kom maar. Oh, goed. Oh. Oh. Wat? De fuck, ouwe. Oh. Mijn handen. Oh. Oké, we hebben dit huis niet kunnen filmen. Eerste reactie? Ja, dit gaat echt te ver, man. Dit gaat echt te ver. Oh. Moest je huilen? Echt te ver. Nee, net niet. Oh. Oké, jongens, welk huis was dit? Hoe heette deze? De villa. De villa. Ja. Oké, deze mocht dus niet gefilmd worden, maar hij was echt... Dit gaat echt heel ver, maat. Die schrok echt zo stuk. Wow, sommige kan me echt recht in mijn gezichten inderdaad. Scarezone, jongens. Pirates Cove. Oké, laten we hier even gaan kijken. Je kan nu weer allemaal mensen tegenkomen, ja? Het kan nu eng worden. Je kan nu geschikken, inderdaad. Daar gaan we. Ik voel wel veilig achter jou. Je bent ook zo lekker lang gewoon. Kijk eens, jongens. Kijk eens. Die muziek. De muziek is altijd wel vet gedaan. Kijk ook hoe het allemaal weer gedaan is, jongens. Hier, graven, lichten, rook. Oei, oei, oei. Oei, oei, oei. Oh, oh. We komen ineens allemaal hier. Oh, we gaan naar huis in waar gefilmd mag worden. Word je bang van mijn lamp? Het is meneer Wacht, wacht, kijk! Hi! Wat hier doen? Nee, het is gewoon een pick-up. Wil je deze knippen? Oké, gaat het met je? Oh, rustig. Rustig aan. Ze moet die kaartje knippen. Nee. Het is allemaal een beetje eng. Oh jee. Oh jee. Klikken op. Hup. Ja, hallo. Kost allemaal geld, hè? Die komt van mij. Doordo. Houders. Vast hoor. Ja. We gaan dus Psycho Shock in. Dat is hier. Ik ben benieuwd. Welkom allemaal, welkom bij ons. Fijn dat jullie er zijn op deze avond. De echte doktoren zijn de dag niet thuis vandaag. Maar wij nemen de behandelingen over. Geen probleem. Hij werkt hier ook gewoon, dan wordt alsnog gesproken. Ja, echt hè? Ik geef maar jou. Nee. Haaien en bloed. Voor jou? Wat? Ben jij wel voor? Voor jou? Hij moet ik ervoor opzetten. En nu kijk je ook nog tegen de lamp in. Oké. Mark, je bent in pro. Ik zie het. Doe die lamp houden. Ja, dan kom jij voorop, joh. Allee, joh. Elk jaar heb ik spijt dat ik hierheen ga. Maar ik blijf toch terugkomen. Koud krijgen vandaag. Volgens mij zijn we er. Yes. Yes. Overleefd. Overleefd. Dit is echt niet goed. Oei, oei, oei. Jongens, even. Jelle is echt een poesie gewoon. Hoezo? Alleen dat ik als laatste loop. Jelle loopt de hele tijd achteraan. Ja, en ik loop gewoon zo. Ik kijk ook gewoon. Jij denkt, moet ik altijd puilen. Jij moet sowieso alles voor. En dan pak ik jou vast. En dan zie ik aan jouw reactie hoe erg het is. Hey. Hoi, yo, kijk. De bosjes, mannen. De bosjes, mannen. Dus als je hier loopt... Achter jou! Oh, what the fuck? Oh, yo, what the fuck? Kijk dan, joh. Oh, daar gaan ze weer. Oh, je ziet je gewoon echt niet, hè? Nee, maar die zag ik echt. Die rende ook gewoon achter iemand aan. Dat lijkt me echt ziek, hè? Oh. Wacht, hier daar komen ze, denk ik. Let op, links. Daar zit er een, kijk, daar zit er een. Oh, daar, wat de hek, ik zag hem echt niet. Hij zit daar gewoon. Hij gaat zo zien wat. Hier, deze gaat hem inpakken, Ja, zie je? Ja. Lekker. Let op. Rechts staat er een achter, volgens mij. Kijk. Of niet? Ah, niet. Oh, jawel. Hallo, met hoeveel zijn we hier? Met 3. Echt waar, met 6? 5. Met 5? Wat is het nou? 5. Jeetje, en dan gaan we z'n allen naar binnen. Ja, wat lach jij vriendelijk? Zeker, maar ik ben vriendelijk. Oh ja. Dat weet je toch? Ja. Ik ben vriendelijk. Klaar voor? Ja, ben jij er ook een beetje klaar voor? Je kijkt heel angstig uit je ogen. Ja, dat ben ik wel. Echt waar? Ja, dat snap ik ook wel een beetje. Ja, het is ook wel een dingetje hoor. Het is niet even, je doet dit niet zomaar. Nee, ja, ik heb ervaring. Ik weet wat ik doe. Dit? Ja, ik ga niet te veel verklappen. Het is wel heel donker. Je pet geven. Maar dat heb je niet van mij. Klaar voor? Ja? Ook klaar voor? Ja. Beetje actieve houding aan gaan nemen? Ja. Ga even staan als een vent. Dat niet tegen jou, niet tegen mij hoor. Ga staan als een vent. Ga staan als een vent! Ja, ben je hoe dan? Ga lam hangen. Ik heb een kloot aan. Oh, en jij? Ik heb wel. Ja? Witte schoenen? Ja. De brieven niet gelezen? Nee. Oh. Wel allemaal een zwemdiploma? Zeker, A, B en C. Zwemdiploma? Ja? A? Alleen A. Alleen A? Echt? Heb je alleen A? A en B. A en B en jij hebt? A, B, C. Oh, oké. Nou, dan redt hij je wel. Dat komt dan wel goed. Ja, maar dat heb je nodig. Dat heb je echt nodig. Dat komt goed. Ga even staan. Ja. Jezus. Kom op zeg. Ja, hallo. Nee. Daar heb ik zo niks aan. Klaar voor? Ja. Nou, dan mag jij als eerst. Tempo. Deurtje open. We zijn weer beland in de scarezone. Kijk ze lopen. Kijk de mooie sierlijk lopen. Ah. Was ik dit? Ze gaat niks engs doen, denk ik. Ze blijft daar. Oh. Holy shit. De scarezone blijven ook wel ziek hoor. We lopen lekker weer veilig achter Marco. Gast, dat is echt niet normaal hoor. Oh jee. What the fuck is dit? Oh. Jij bent echt zo'n aansteller hè? Ja gast, het is toch echt? Jij bent zo'n aansteller. Je weet toch niet wat ze doen ouwe? Het is gewoon een beetje voorzichtig zijn. Oh. We zijn net op een andere plek aangekomen. Kijk eens. De hele show is hier gaande. Oh, joh. Het ziet er ook wel weer dik uit zo met een beetje die wolken en regen. Hey. Goedenavond! CEO, goed je bent de CEO! Ja, goed jou ook weer te zien. Je bent knap geworden. Knap of slank? Want dat is nogal een verschil. Ja, je zei knap, ik weet het ook wel. Hey, hallo jongens, ik ben Eddie. Hi Eddie, welkom. Oh jongens, jullie hebben wel echt een avond uitgekozen. Ja, kijk, ik vind het lekker als de meisjes nat rondlopen, maar op een hele andere manier. Ja, zo gaat dat. Op welke manier hou jij daarvan dan? Nou, gewoon eens een drankje hebben, een biertje erbij. Ja. Yes, jongen. Maar heb je het leuk vanavond? Ja, zeker. Heel leuk. Wat hebben jullie vanavond gedaan dat je dacht, nou dat vond ik nou echt een aanrader voor de mensen thuis? Ja, jij met die zaklamp, toch? De parkeerplaats. Oh ja. Ja, ook. Oh, ja, je bedoelt... Ja, hoe heet die ook weer? Spookhuis Experience. Met een zaklamp. De Explorer. Ja. Hij gaat het nooit uit. Explorer. Ja. Het is Explorer, maar dan met horror aan het eind. Ja. Dat zo nu. Oh, dat vraag je. Ja. Oké, sorry. We wilden eigenlijk een foto maken, maar nu kunnen we dan gewoon... Dat gaan we gewoon poseren. Oh, jongens. Oh, dit is wel echt... Hier staat wel even 10 jaar geschiedenis, jongens. Ja, er zijn geen beelden meer van de eerste keer dat we elkaar ontmoet hebben, maar dat was... Ja, ongetwijfeld wel, maar je bent er wel uitgesnikt. We weten een hoop mensen thuis niet, maar Gio heeft ooit een keertje samen met zijn zus in de commercial gezeten van de Fright Nights. Toen mochten ze voor zijn kanaal, voor jullie kanaal, mochten ze meedoen een nachtje met opnames. En uiteindelijk was het zo fenomenaal geacteerd dat ze besloten hebben het toch maar niet te doen. Ja, dat weet ik nog. Dat is echt zo, hè? De hele nacht, we waren om 8 uur 's ochtends thuis. Ja, ik ook trouwens, maar daar had ik niks mee te maken. Ik zat er trouwens wel in. Je kan het terugvinden. Hij wil het dan. Later! Hallo! Bent u nog een beetje positief op dit moment? Ja, op zich wel. Ja, dat is goed om te horen. Ik heb een kaartje. Moet je dat zo houden? Wat ben je lief? Ja, nee, het moet wel, hè? Ja. Want met de horrors die zo meteen komen, moet je gewoon een positieve vibe houden. Ja, dat vind ik ook. Ja. De negativiteit, daar komen ze op af, hè? Ja, dat klopt. Dat kunnen we niet hebben. Nee. De mannen gaan voorop. Jelle is nog geen één keer voorop geweest. Nee. We houden het wel achter ons. Hoi. Dag hoor. Wacht maar even. Wij gaan het geest verjagen uit mijn huis. Ik hoop het. En dat wordt jou mee te hebben. Schreeuwen. Ja, want als je schreeuwt, dan schrikt de geest en dan vliegt hij weg of zo. Ja, dat hoop ik. Wat moet ik dan doen? Zo tja. Nou, Lynn, dat was jouw taak. Bedankt, hè? Ja, dank je. Dat we nodig hebben. Ja. Doei. Ah, fuck. Oké. Oh, dan gaan we. Je ziet ook echt niks door die lamp houden. La la la. Ja jongens, extra. Wat de fuck, waar lopen we doorheen? Allemaal natte jassen, man. Fuck. Allemaal natte jassen. Hoe dan? Ik zie ook niks door die stomme lamp. Ik ga nooit naar die lamp heen. Linker helemaal kapot. Jongens, concentratie. Hou het helemaal. Ah, joh, kijk. Die rook ook. Oké, het valt nog mee, Zeg dat nou niet, Val nog mee. Kijk die hoor je. Jongen! Sjoerd gaat zo'n schilderij opeens weg, man. Hé man. Waarom is het zo'n stilletjes hier? Dat gebeurt hier nog niet. Jeetje! Dat zag ik echt niet. Kijk. Ja, jij zag ik. Haha. Een bed! Dit is makkelijk. Ik ben echt niet bang hoor. Nee, ik ben ook niet bang. We zijn echte mannen. Wij zijn niet bang. Kom maar jongens. We kennen geen angst. Oh joh. Oh, ik schrik steeds van die mensen die hier werken. Fuck yeah. Oh, die komt hier bij. We zijn niet bang. Echt weer gloeiend heet! Kijk uit! Nee, hier ook niet los. Hey, allebei achter mij gewoon! Nee, kom maar! Nee, hoor! Ja, liggen jij maar! Nee, ik wil die jas eerst leggen. Nee, niet duwen, Gio, alsjeblieft. Kom achter mij, alsjeblieft, niet duwen. Rustig. Kijk maar, die zijkanten zijn altijd eng. Zeg je in het? Die kleine rotgeluidjes. Het is hier zo smal, ouwe. Je ziet niks. Het is wel handig dat we de weg mee gestort. Door de camera. Kijk uit, kijk uit. Wow, joh. Wow, wow. Het is echt een hyperfocus. Ja, man. Kijk, rechts. Ah, joh. Ga maar je honderdje in. Holy shit, bro, dit voel ik echt op mijn hart voor. Oké, Lynn, pak jij het laatste stukje even vooraan. Ja, kom op, nee, één keer, kom op. Eén keer, Lynn. Even naar voren. Het is klaar nu, toch? Nee, het is niet klaar. Achter Lynn gaan. Jawel. Ik zeg als je van boven komt, houden. Jelle. Oh, ik heb het zo warm. We gaan omhoog. Yo, ik schrik gewoon van jou. Kijk beneden, jongens, kijk beneden. Er zit een luik beneden. En ik ga sowieso nog iemand komen. Shit, ouwe! Wat dik! Rustig! Doe je op! Die wind! Is dit de uitgang? Is dit de uitgang? Zijn we er? Nee, ik vertrouw de uitgang niet, man. Oei! Oh, we zijn eruit! Oh, we got it. High five. Lekker. Nee? High five. Top gedaan. Top gedaan. Hij zit achter me aan. Ga weg, ga weg. What the fuck is dit? Kijk eens hier. Mooi joh. Wat doen zij dan? Waarom lopen ze zo in een treintje? Hé hey bro, wat is dit? Ja, wat de hek houden. Die moet je niet tegenkomen s'nachts. Ik heb mijn jas weer uitgedaan, jongens. Oh, en we zijn weer terug hier bij de auto. Ze zitten al lekker in de auto, want het is stervenskoud. En ondanks de regen was dat nog best wel een hele gave experience natuurlijk. Want die huizen die zijn best wel binnen en dicht. Maar we staan alweer terug hier bij de auto. Dus we gaan lekker naar huis toe. Top. Wij komen na 1,5 uur rijden weer thuis. We zijn er weer. Schoenen schoonmaken. Ja, goeie. Ja, het was wel echt een blubberboel daar. Ik heb mijn schoenen een klein beetje schoongemaakt, maar op zich... Nou, Jongens, ik vond het wel echt ontzettend leuk. Alleen, ja, je zag het. Hey, er was maar één echte man. En dat was ik. Fucking Jelle, daar durfde ik niet voor. Borstenprootjes zitten erin en kijk, schoenen worden schoongemaakt. Ja, bro. Ja, het is zonde. Dat was echt superleuk. Waar is je nieuwe schoenen? Ja. Ja. En er zit gewoon zo'n suède randje op, weet je wel. Dat is echt fucked up. Ja, ja, ik vond het wel echt superleuk. Ja, inderdaad. Volgend jaar gaan we weer. Maar je weet wie de echte man is, hoor. Gast, wie heeft ervoor gelopen, bro? Ik riep nog, als je morgen gaat editen, je hoor je alleen maar... Ben niet bang, ben niet bang. Dan word ik, en dan komt er iemand en dan zeg ik, maar niks dan. Ja. Wat zeg je? Dat jij echt altijd degene bent die voorloopt. Ja. En wij zitten altijd zo'n poesio, je arm vasthouden. Ja. Lynn heeft helemaal mijn hand kapot geknepen. Dit was de vlog van vandaag. Ik was in slaap gevallen op de bank. Dat kan gebeuren. Ik hoop dat jullie de Walibi Friday Nights vlog was nog super leuk om te zien hoe ze meiden. Ik vond het echt top. Maar ja, hopelijk weer tot morgen bij een nieuwe vlog om 5:30. En binnenkort hebben we ook nog andere leuke Halloween video's. Maar dat gaan jullie dan wel zien. Dus bedankt voor het kijken. Tot morgen en ik zeg. Later!